Ashley. Yes. Je was net lekker bezig, hè? Ja, ik ben helemaal bezet en alles, zoals je kunt zien. Je werd in 2013 al Mr. Gay in Aruba. Ja. Je bent zelfs nummer 4 geworden van Mr. Gay World. Klopt. Ja, er zit een eitje voor je, toch? Nee, dat, sowieso moet je laten zien wat je eigenlijk voor staat. Maar wel vind ik dat ik wel daardoor genoeg ervaring heb om dit te kunnen doen. All the way from Aruba, please welcome Ashley! Ik heb heel vaak met jongeren daar gesproken en hun daar zeg maar is een beetje ergere situatie dan hier. Ook al anders, maar dat kan ik wel gebruiken, ja. Ik werk gewoon part-time. Ik sport 3 keer per week. Ik studeer kennistechnologie en ik ben een A-klasse Latin danser. Vooral heel random. Of komt gewoon iets uit het niets. En ja, dat is Ashley. Maar ja, vooral en heel honest. Soms brutally honest, maar honest. Ja, mijn boodschap voor de kijkers is vooral denk aan de medemens. Discriminatie tussen leden van de LGBT community is sowieso niet handig voor ons doel om geaccepteerd te worden, want als wij elkaar niet kunnen accepteren, dan wordt het sowieso moeilijk om geaccepteerd te worden door de rest. Graag iedereen op mij stemmen als je gelooft dat ik de verandering kan brengen in de Mr. Gay.